De toekomst van de woonboten aan de Oostkanaaldijk is voorlopig nog onzeker. Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, verhuizen ze naar de Kraaienbergse Plassen bij Kuik. Maar het bestuur daar maakt zich zorgen over het draagvlak lokaal en de bestemmingsprocedure. Als gevolg van een wetswijziging die woonboten onder geluidgevoelige bestemmingen doet vallen, is het niet mogelijk om ter plaatse nieuwe lichtplaatsen te legaliseren. Tijdelijke vergunningen van 10 jaar zijn wel mogelijk, omdat het geluidscriterium dan niet getoetst hoeft te worden. In de tussentijd kan er dan aan de voorwaarden gewerkt worden om een permanente vergunning mogelijk te maken. Nijmegen streeft naar dit scenario, maar Kuik wil in de te sluiten bestuursovereenkomst een terugkeergarantie opnemen. In de slechtste geval moet Nijmegen de woonboten dan weer opnemen. Ook stelt Kuik voorwaarden wat betreft de kwaliteit van de boten. Wat zou betekenen dat sommige woonbooteigenaren op eigen kosten hun boot eerst nog moeten opknappen.